De koninklijke familie staat ook dit jaar weer op de lange latten in het Oostenrijkse Lech. Maandag poseerden ze tijdens de jaarlijkse fotosessie. Het persmoment in de sneeuw wordt elk jaar strak georganiseerd. In ruil daarvoor wordt er met de media afgesproken dat ze de royals tijdens hun vakantie verder met rust laten. Dit jaar zijn de journalisten van de Telegraaf niet uitgenodigd. Zij plaatsten zaterdag al een foto van prinses Beatrix op de skis. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is dit een schending van de persoonlijke levenssfeer van de prinses. De Telegraaf noemt het een onschuldige publicatie. Bij de sessie waren de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane, prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Prins Constantijn en zijn gezin en Mabel en haar dochters waren er niet bij. Ze hebben op een ander moment voorjaarsvakantie.